Zijn interview bij Khalid Sophie heeft onderaan de streep weinig opgeleverd voor Tom Egbers. Hij heeft min of meer bevestigd wat er in het Volkskrant-artikel staat over zijn misdragingen bij NOS Sport en veel kijkers hadden last van plaatsvervangende schaamte vanwege de vele privé-ontboezemingen die hij er deed. Bert van der Veer denkt dat Matthijs van Nieuwkerk er goed aan doet om niet Toms voorbeeld te volgen. Tot Tom Egbers bij Khalid aanschoof was ik eigenlijk van mening dat het verstandig is vlot en uitgebreid te reageren als je in diskrediet bent geraakt. Blussen die brand. Matthijs deed dat niet en dat de bekende tv-regisseur vervolgt op zijn opiniekanaal. Tom Egbers motiveerde zijn optreden, hij was na 40 jaar Studio Sport niet van plan door de achterdeur te verdwijnen. Begrijpelijk. Maar met details over je affaire en de nasleep? Spijt ziet er vaak lelijk uit en wordt doorgaans in twijfel getrokken, 3 jaar alleen gezoend. Dus ja, het zou Matthijs al helemaal niet staan om zo op televisie te verschijnen, denkt Bert. Hopelijk broedt Matthijs op een comeback-project. Of hij wordt boekenrecensent van het Parool, opiniemaker Victor Vlam denkt er heel anders over. Hij vindt juist dat Tom zijn verhaal een menselijk gezicht heeft gegeven, zegt hij in de communicado's. Hij is een heel goede spreker en verteller. Dat zie je er ook wel echt aan terug. En dat zie je bijvoorbeeld in de juiste emotie, de juiste snaar die hij er weet te raken. Ik denk dat hij dat, Linda de Mol zou daar volgens Victor bijvoorbeeld ook uitermate geschikt voor zijn. Ik denk dat Linda de Mol er ook heel veel baat bij zou hebben om daar gewoon haar verhaal te... Toch erkent Victor dat niet elke BN'er er veel mee opschiet. Dirk Bolt was een voorbeeld van iemand die dat niet goed deed toen hij in dezelfde talk...